Het was zo gebeurd. Een auto op de N2 bij Eindhoven die in mum van tijd volledig uitbrandde. Een medewerker van een valet parking was met de auto van een klant onderweg naar Eindhoven toen hij bij de afslag Meerhoven-Zuid ineens een knal hoorde. De auto begon meteen met een enorm hoog toerental te draaien. De chauffeur moest de auto op een uitvoerstrook tot stilstand brengen, omdat de N2 daar geen vluchtstrook heeft. De medewerker wist op tijd weg te komen. Van de auto bleef niets over.